Welkom in Content Veen. In de vorige video ben ik het grote mysterieuze oog ingegaan. Wat ik niet had kunnen weten was dat dit oog mij naar de oude en verlaten wereld zou brengen van Content Veen. Na een paar dagen vast te hebben gezeten viel mij ineens een grote verandering op. Bovenop een van mijn grote bergen stond ineens een duistere tovenaarstoren. Heeft deze toren iets te maken met dit mysterie? En zal hij mij terugbrengen naar huis? Ik hoorde dat als we geen 6000 het likes halen op deze video, ik voor altijd vast zou zitten in deze wereld. Jongens, zijn we weer. En daar is de toren. Ik weet niet wat me overkwam. Echt, ik join de server. Ik denk, nou jongens, we gaan kijken of we een reactie hebben van Rick of van weet ik veel wat. En het eerste wat me opviel is dat daar gewoon een mega hoge toren staat. En ik kan hem net niet helemaal zien. Hij is net buiten mijn zichtbereik, maar hij ziet er groot uit. Maar wat leuk dat jullie er weer zijn. Als je je nou afvraagt, wat zijn we hier aan het doen in deze oude wereld, jongens? Dan moet je even de vorige video kijken, maar dat heb je waarschijnlijk al gedaan, hè? Yo, kinderen, doe je dat wel? Maar goed, er is dus een grote toren daar ineens ingespand. Ik heb hem niet gebouwd. Dus ik weet niet hoe die daar komt. Ik bedoel, ik kan me ook niet herinneren dat ik in Content Veen seizoen 1 een toren gebouwd heb die daar boven op de berg zat. Wat me wel al opvalt is dat de trap half vliegt. Dus dat is, ik denk niet dat ik de trap kan nemen als ik het zo zie. Maar de vorige fout die ik gemaakt heb was met mijn spullen of met dat ik mijn spullen achter heb gelaten ergens heen gaan. Dus ik denk nu dat ik gewoon met spulletjes en al die kant op ga. Alleen durf ik het niet helemaal. Maar laten we maar gewoon gaan. Voordat ik ga, moet je even abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker eventjes. Reageer. Ik ben geabonneerd. Weer cool. Oké, laten we die kant op gaan, jongens. We gaan wel heel snel. Oh my, deze toren, jongens. Oh, wat een enge toren om op af te gaan. Het lijkt wel een tovenaarstoren, hé. Maar het heeft wel trouwens een beetje dezelfde kleur als dat oog. Het is allemaal met paars gemaakt. En dat oog, dat was natuurlijk ook met paars gemaakt. Zou dit dan iets betekenen over mijn terugweg? Ik hoop het echt. Ik wil gewoon naar huis, jongens. Ik vind het hartstikke leuk om hier in Content Veen seizoen 1 de basis rond te lopen. Ik wil gewoon naar huis. Hé, hey, zombie. Gezellig dat jij hier bent. Kijk, ik kan wel proberen op de trap te gaan lopen hier. Kijk, wacht zo. Maar die houdt al op. Kijk, die vliegt half de trap. En er is niet echt een lekkere route ernaartoe. Maar ik wil ook niet vliegen. Dan ben ik bang dat het fout gaat. Misschien dat ik kan parcouren zoals dit. Oh my, deze. Nee, deze sprong ga ik nooit halen. Laten we maar gewoon vliegen. Zo. En dan hopen dat we bij de ingang daar beneden landen. Die open is. Ja. Hoppakee. Oh my days, wat zijn we hoog, jongens. Ik weet nog, deze berg heb ik zelf gemaakt. Maar ik heb dit absoluut niet zelf gemaakt. En waarom is het ook nacht? Het is wel een sfeer dat het nacht is, maar het maakt het eigenlijk alleen maar eng. Laten we het even dag maken. Zo. Is beter. Oké, heel hoog. Heel hoog. Maar laten we naar binnen gaan, jongens. Ik ben benieuwd wat dit is. En ik weet ook niet wie me dit allemaal aandoet. Maar ik heb bericht achtergelaten bij Rick en bij daar, bij dat altaar daar beneden. En waarom staan de renderdissen zo laag? Hier, dat is beter. En bij Rick heb ik ook natuurlijk iets achtergelaten, maar daar heb ik nog niet gekeken. Maar goed, laten we naar binnen gaan kijken wat dit allemaal te betekenen heeft. Ik kan daar naar boven, zie ik nu al. Maar ik kan ook hierheen. Wat is dit? Oh, dit is het zijtorentje dat er aan hing. Kijk, ja, dit is dat vliegende torentje. Maar er is hier niks. Dus in dit zijtorentje is... Of is hier wel wat? Nee, hier is niks. Het lijkt hier helemaal niks te zijn. Nee, oké. Vreemd. Oh, trouwens, ik kan hier nog kijken. Nee, vreemd. Heel vreemd. Laten we dan maar naar boven gaan. Misschien is het niet eens aan mij om hier... Nou, natuurlijk is het al aan mij om hierheen te gaan. Ik bedoel, de ding is hier, staat er ineens. En ik ben er ook ineens, dus dat kan geen toeval zijn. Laat alsjeblieft even in de reacties weten, jongens. Als jij een idee hebt wie dit allemaal doet en wat voor persoon dat is. En... Oh mijn god, wat is dit? Oh, het gaat regenen, dat meen je. Oh, het sneeuwt hierboven. Wat een sfeer, hè, dat het gaat sneeuwen. Oké, wat een timing. Ik kom boven en ik zat letterlijk in een kleine torentje. Het was goed weer. En ik kom hier en het sneeuwt. Dat is echt heel vreemd. Maar goed, waar ben ik? Oeh, een skelettenhoofd. Hij is hol van binnen. Dat is logisch. Maar wat is dit? Waar ben ik? Dit is een soort kantoortje of zo. Oké. Nou, hey. Een boek is altijd leuk, jongens. Boeken betekenen altijd lezen. En lezen betekent altijd avontuur en gevaren en weet ik veel wat. Dus laten we maar... Dit boekje, wacht, trouwens, ik ga wel op iets staan. Want ik zie het wel weer gebeuren dat de hele grond wegzakt of zo. Dus ik ga... Waar gaan we staan? Hierop. Zo. Nou, trouwens, dat is misschien obvious. Nee, trouwens, ik ga het dan proberen. Oké, er gebeurt niks. Het is geen redstone gevaar. Boek en quill. Hij is ook niet gesigned, dus dan kan ik niet zien door wie die gemaakt is. Nee, helaas. Laten we hem lezen. Test 1. De verzamelaar. Test 1. Oké, dat is een beetje vreemd, om eerlijk te zijn. Testpersoon MCV zal de volgende objecten moeten verzamelen. Ben ik testpersoon MCV? Nee, ik ben... Hoezo zou ik... Nee. Ben ik MCV? Nee. Ofwel... Ik snap het allemaal niet, jongens. Ik vind het verward. Object 1, een drakenei. Een totem
O-U. Totem Au. Oh, dat is afgekort. O... Met deze totem of undying. Ik snap hem. O-U. Beetje ver gezocht, maar ik snap hem. Object 3 is 5 keer netherite. Oh. Object 4, looting 3. Object 5 is 4 keer een beacon. Hallo? Trouwens, bedoelen ze met looting 3 een looting 3 boekje of zo? Of een zwaard met looting 3? I don't know. 4 keer een beacon, ben je mal? Als testpersoon MCV deze objecten succesvol heeft verzameld, zal hij terugkeren naar zijn eigen wereld. Ja, dit gaat 100% over mij, want ik ben in de verkeerde wereld op het moment. Als testpersoon MCV deze objecten niet binnen 2 uur heeft verzameld, zal hij in de huidige wereld achterblijven en zal ik door blijven zoeken naar mijn kampioen. Oké, dus als ik het niet binnen 2 uur... fix al deze objecten. Het zijn 5 objecten, jongens. Dan blijf ik hier voor altijd achter. En ik denk, waar staat MCV voor, jongens? Laat even weten in de reacties. Waar staat MCV voor? Waarom heet ik testpersoon MCV? Ik snap het niet. Random, heel random. Maar laat maar weten. Jullie zullen het vast wel weten in de reacties. Testpersoon MCV, zijn tijd gaat nu... Oh, die gaat nu in! Oké. Duidelijk. Ik ga het proberen. Ik weet niet wie dit wil regelen, maar wie dit allemaal doet. Maar ik ga het proberen. Oh, mijn god. Oh, dat zou vast de teken zijn dat de tijd is ingegaan, die bliksem. Oh, mijn god, die bliksem. 100% dat daardoor de tijd is ingegaan. Laten we het trappetje terugnemen, tot zover dat kan. En dan van... Trouwens, wat doe ik trouwens? Moet ik al gewoon vliegen. En dan naar beneden vliegen en dan laten we snel beginnen. Want ik heb al een paar objecten hier van jongens die ik af kan strepen. Ik heb al een totem of undying en... Een beacon heb ik hier. Oké, laat ik in ieder geval de eerste beacon hier vast bij elkaar halen. Oké, laat ik de eerste beacon... Kom op, jongens, die is hier. Zo, ik moet wel heel mijn dorp een beetje slopen daarvoor. Maar dat maakt niet uit. Oké, de eerste beacon is gecollected. Goud ga ik wel terugplaatsen. Oké, dan hebben we 1 ding. Maar dan moet ik nog 3 andere beacons. Want dat waren 4 beacons, toch? Ja, 4 keer een beacon. Ik heb de eerste. Ah, hou op! Waarom schrik ik elke keer van bliksem? Dat heb ik normaal nooit. Maar dat heb ik echt de laatste tijd heel erg hier. Dat ik er echt gewoon van schrik. Oké, maar wat moest ik ook weer nog meer hebben? Totem of Undying. Die ligt in mijn simp cave. Heb ik hier iets al? Drakenei. Dat wordt een dingetje. Totem of Undying. Die ligt in mijn simp cave. Netherite. Die moet ik denk gaan minen. Looting 3 kan ik misschien bij mijn villagers halen. Laten we eerst de beacons even regelen, jongens. Eerst de beacons. Dan gaan we gewoon naar meerdere dingen toe vliegen die beacons hebben. Oh, die bliksem is echt vervelend. Oké, hier hebben we de beacon van onze heer Rick Force. En... Boonk. Oké, daar hebben we de 2. Laten we gelijk even slapen en dat het gewoon weer dag wordt. Oké, waar gaan we de derde... Hey! Wow. Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Oeh, dat vind ik heel eng. Oeh, dat vind ik echt heel eng. Er gaat in één keer een minecart heen en weer, jongens. Hoe kan dat? Ik ga er niet eens heen. Ik heb 2 uur de tijd, maar dat vond ik heel eng dat er een minecart met een dingetje ging. Een kistje erin. Daar is het schedel. Toen van Content Veen seizoen 1 met alle mysterieuze dingen. Maar daar was geen beacon. Is hier een beacon? Nee. Dan moet ik denk ik naar de basis van Anne gaan. Of naar de basis van Robin en Justin. Oké, in ieder geval hun portal. Oh, een portal stuk dat mee. Oh, hun portal zat natuurlijk hierin. Oké. Laten we snel vliegen. Oh mijn god, ik was echt heel zonde geweest als ik daar dood ging. Laten we snel vliegen naar de basis van Robin en Justin. Hier, hoppakee. Kijk, dat is mooi. Ik wil hier echt niet vast komen zitten. Hoe leuk deze wereld ook was. Ik wil gewoon naar mijn grote kasteel terug. Oké, zij hebben vast wel een beacon, zou je zeggen. Oh ja, deze basis lagt. Oh mijn god, de lag hier. We hebben wel een beacon, neem ik aan. Hè? Dit was een beacon, maar die is weg. Dat meen je. Dat meen je. En er is nu gewoon geen beacon hier. Oh, wat erg dit. Wat een tijdverspilling dat ik nu hier ben dan. Als hier helemaal geen beacon is. Mijn god, ik wist niet eens dat ze dit zo ver al hadden. Wow, dit was echt ver. Oké, maar geen tijd om hier naar te kijken. Snel vliegen naar ergens anders. Waarom staat mijn renner dus zo laag? Oh, Nathan's basis. Ja, ik weet het zeker. Nathan, die had echt mega veel beacons. 100%. Die had echt iets van 2 of 3 beacons in zijn basis alleen al. Die gaan we gelijk even stelen. Kom op. Ik dacht dat hier een beacon in zat. Is het een axolotl? Waarom? Ik heb wel effecten van de beacon. Speed en haste. Dus dat is goed. Dat is heel goed. Maar waar? Daar! Oh, de eerste gevonden. De eerste beacon. En... Oh, wat
flatsen, flats. Oké, okay, zo. Daar verderop staat er nog één. Laten we die ook maar gelijk pakken. Dan hebben we de vier. Dat zijn de beacons zijn compleet. Dat is mooi. We hebben gelijk even meerdere basissen bezocht. Maar wie is dit? Wie doet dit mij aan? En waarom wil hij dat ik dit doe voor hem? Om zijn kampioen te worden of zo? Dat was een hele idee. Ik wil helemaal geen kampioen zijn van iemand. Ik wil thuis zijn. Bouwen. Verder gaan we Fred reviven. Dat zou ik gaan doen, jongens. Ik zou Fred letterlijk gewoon terugbrengen van de dood. En nu ben ik in Cold Advance seizoen 1 aan het rondrennen. Een paar domme dingen verzamelen. Hé, hey, er is een armor stand stuk gegaan hier laatst. Er liggen allemaal dingen. Maar ben ik dan wel of niet alleen, is de vraag. Maakt in principe voor nu niet uit. Laten we even kijken wat we nog meer moeten verzamelen. Oké, laten we trouwens, een drakenei. Er ligt er eentje gewoon op het winkeleiland. Heb ik toortjes bij me? Nee, maar die liggen vast wel daar. Op het winkeleiland staat letterlijk een drakenei, jongens. Dus ik weet niet wat ik moeilijk doe. Hoppakee, hier. Staat gelijk op de heilige paddenstoel staat er eentje. Die kunnen we gewoon meenemen, joh. Kijk, letterlijk hier. Hoppa. Maar daar heb ik wel even een torch nodig. Oh mijn god, er zit obsidian onder. Dat meen je. Een torch. Staan er nou gewoon geen torches? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat er geen torches hier staan. Ja, hier, kijk, op René de ding. Dankjewel, René. Je redt me met je torch. Gelukkig zijn is deze wereld vol met alles dat al gewoon gecompleet is. Dus in dat opzicht hoef ik me niet zorgen te maken over dat ik heel veel moet gaan minen of zo. Maar, ja, hoppakee, net op tijd. De torch eronder, dan hebben we het drakenei. Die doen we dan hier met de beacons zo. Top, plaats ik die wel gewoon terug. Met de torch erop zelfs. Oké, dan hebben we de drakenei. Dan moeten we nu de Totem of Undying hebben. En een looting 3 boekje doen we wel even bij de basis. En dan gaan we voor netherite minen. Oké, laten we eerst naar de simp cave gaan. Die is natuurlijk hier de simp cave. Daar was ik vorige aflevering ook nog even naartoe gegaan. En daar kon ik mezelf eigenlijk herinneren dat daar inderdaad een totem of een eying zat. Au. Oh ja, dat was meneer Magma. Vorig seizoen. Dus ik helemaal vergeten dat soort dingen. Wat is dit? Hier. Ah. Oh, dat was een keer een valstrik volgens mij. Maakt niet uit. We hebben totem of een dying hebben we. Nu het looting 3 boekje. Ik denk dat hij een boekje bedoelt. Even wat emeralds regelen bij mijn emerald toren hier. Dat ik genoeg emeralds heb. Jongens, als jij nog nooit Content Veen seizoen 1 hebt gekeken, gaan jullie dan door de afleveringen zoals dit dat kijken? Dat vraag ik me letterlijk nu af. Ik zeg van, ah, misschien kennen mensen Content Veen seizoen 1 helemaal niet. En denken ze, wat ben jij nou allemaal aan het doen eigenlijk hier? Mijn tip is om het gewoon echt lekker te kijken. Het zijn niet van 60 afleveringen. Hartstikke leuk. Oh, heb je dan wel, ben je wel helemaal compleet gespoilerd met hoe het eindigt. Als in hoe het er allemaal uit gaat zien. Maar dat is een kleinigheidje. Oké, heb ik een looting 3 villager? Dat is de vraag. Anders ben ik echt fortune 3. Oh mijn god, volgens mij heb ik geen looting 3 villager, hè? Nee. Oh, wat heb ik een geluk. Oh, dit is letterlijk de laatste. Het laatste boekje dat ik bekijk. Oh nee, wacht, hier zou er ook nog eentje hebben gezeten. Oh, wat. Oh nee, ik had deze ook nog aan kunnen passen volgens mij. Nee, die zal. Dan had ik helemaal een nieuwe villager in de hok moeten stoppen en zo. Weet ik van wat allemaal. Maar wij kunnen hier looting 3 fixen. Oh, wat ben ik daar blij mee. Wat ben ik daar blij mee. Dat scheelt zoveel werk. Oké, nu hebben wij alleen nog maar nodig 5 keer netherite. En dan hebben wij alle 5 de objecten. En dan zouden we teruggestuurd worden. Ik vind het wel jammer dat de man, de vrouw, de ding is. Zullen we maar even de tovenaar noemen. Want het is een tovenaarstoren. En ik ben hierheen getoverd. Zullen we hem de tovenaar noemen? De tovenaar noemen, jongens. Ik denk dat ik gewoon de tovenaar noem. De tovenaar, die heeft me natuurlijk hierheen gestuurd. Ik weet niet eens wat ik wilde zeggen door mijn hele tovenaarverhaal. Wat wilde ik nou zeggen? De tovenaar iets met. Ga me terugsturen. Het zal wel. Ik hoop dat het goed komt. Hier, we doen hier even een tijdelijke chest. Want ik ga nu de nether in. En als ik dan dood ga, dan wil ik niet dit allemaal kwijtraken. Want dan zijn we echt heel ver van huis. Alright, netherite mine. Yeah, 5 keer. Zit in. Waar was ook alweer de dinges? De trapdoor naar beneden. Oh, hier. Ja, kijk. Wat is dit? Overijssel. Anne en Femke. Oh, gezellig. Alright. Ik weet niet meer precies waar er een trap naar beneden zat voor netherite om te minen. Waar ik dan het best naar beneden kon. Hier is Kingdom Force. Dit is hun basis. Volgens mij kon ik het beste naar Jordi's basis toe. Samen met Anne. Hierheen. En vanaf daar kon ik naar beneden, dacht ik. Maar ik weet het niet zeker. Anders ga ik gewoon opnieuw naar beneden minen. Hier. Kijk. Juist, hier. Ik wist het wel. Ik ben ook wel nog steeds een goede YouTuber. Alright, het is tijd om te gaan hakken. Gezellig weer. Oh, wat heb ik toch eigenlijk een hekel aan zoeken naar netherite. Stomme taak. Hé, hey, is over stomme taak gesproken. Het is me gewoon. Ik heb er gelijk al 1. Oh, 2. Oh, er zitten meer in de buurt. Soms zitten meer in de buurt. Maar soms is niet nu. Soms is, behouden we daadwerkelijk op soms. Oké, okay, maar we hebben er al 2, jongens. Oh mijn god, maar 4 netherite. Oh, dan moet ik er zoveel. Weet je hoeveel 4 netherite is? Nee. Ik dacht 4 netherite is gewoon 4 keer dit. Maar dat is natuurlijk Ancient Debris. Dus je moet 4 keer. Oh, 4 keer 4 is het. Ik heb natuurlijk. Oh, mijn camera is vastgelopen. Huh? Nee. Het zie ik er goed uit zo. Oh, mijn camera is vastgelopen. Het zie ik er echt sexy uit als ik mezelf zo zie. Hé, jemig. Ik
Oké, we kunnen verder. Jullie zien me weer normaal. Ik ben niet meer vastgelopen. Waarom is mijn pickaxe zo paars? Hoe kan dat? Waarom ben je paars? Hallo? Maar dat kwam door mijn shaders. Ik heb mijn shaders even uitgezet. Dan zien we ook wat meer. Maar goed, ik heb dus 16 netherite of ancient debris nodig om 4 keer netherite te kunnen krijgen. En nu snap ik waarom ik 2 uur de tijd nodig had. Want dit kan wel even duren. Jongens, ik ga tegen een probleem aanlopen. Ik heb inmiddels al 9, dus dat stop. Er staat ook silk touch op. Waardoor ik niet kwarts kan gebruiken om het te repareren. Wat echt heel vervelend is. Dus we moeten echt op gaan passen dat mijn pickaxe zo meteen niet krak zegt. Want dan ben ik echt nog verder van huis. Maar ik vind al heel lang geen netherite meer. Het is echt heel vervelend. Oh, precies zoals ik het erover heb. Oh, maar dit is wel... Kom op. Waarom nou weer lava? En kunnen we dat afblokken netjes zo? Ja, wel hè. Is het nu netjes afgeblokt? Ja, kijk. Oké, dan hak ik het en dan rennen we weg, want ik gok dat er lava zit. Nee, er zit wel meer weer. Top. Oké, zo. We hebben de 11. Dat is leuk. Stop. Gaan we weer even rond om een keer alles dumpen. Oh, pff, en dan pak ik het hier gewoon weer allemaal op natuurlijk. Oké, okay, laten we heel even teruggaan naar de basis. Of naar de basis, naar het winkeleiland eigenlijk. Want daar heb ik nog XP-bottles volgens mij. Ik heb niet XP-bottles hierin zitten. Nee. Oei, 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 oei. Benarde situatie dit. Jongens, we zijn inmiddels wel echt al dik een uur bezig. Dus ik moet echt opschieten. Ik ga nog van die enchantment bottles gewoon even stelen. Van Anne, het spijt me, Anne. Maar je bent hier toch niet meer. Ik bedoel, dat maakt het niet zoveel uit, zou je zeggen. Hoeveel zijn het er? Een stack? 21. En nog een stack. En weet ik veel hoeveel. Genoeg in ieder geval. Wat is hier beneden allemaal? Het ziet er echt mooi uit. Zie je, dat heeft me nooit echt opgevallen. Oh, hier nog meer. Kijk, top. Dan doen we die even in mijn tweede hand zo. Dan kunnen we hem repareren. Kijk even hoe vol die gaat. Oh, het gaat minder snel dan ik had verwacht. Dit eerlijk gezegd. Hij is bijna helemaal vol. Bijna jongens. Ja, hoppakee. Dan ga ik die nu meenemen, deze. Die doen we in mijn ender chest. En ik zag hier ook een ender chest staan. Dus die kunnen we mooi even gebruiken. Hoppakee. Deze doen we er ook in. Deze 11. Dan hebben we er nog maar 5 nodig. Oké, dat is te doen. Dat is zeker te doen. Oh, maar het heeft zo lang geduurd voordat ik überhaupt weer de route terug had gevonden. Gelukkig had er iemand had torches geplaatst. En ik ging gewoon een beetje het torchpad volgen net. Maar het is zo'n gedoe elke keer heen en weer lopen. Oh. Ik hoef er nog maar 2, jongens. De pickaxe is inmiddels ook alweer op de helft. Maar ik hoef er nog maar 2. Dat is een heel fijn iets. Maar ook weer niet, want hij is weer op de helft, de pickaxe. 1, zijn het er 2? Waarom dan niet? Ik vind de hele tijd 1. Aan het begin vond ik er af en toe nog wel eens 2, maar nu vind ik er maar de hele tijd 1. Oh, nu moet ik er ook letterlijk nog eentje. Kom op. Ja, we hebben hem. We hebben hem. Er zit er... Oh mijn god, lava. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. We hebben hem. We hebben de laatste 5, want als het goed is 5. Hier, ik had er 16 nodig, toch? Ja. Oh, laten we die hierin doen. In de chest. Zo, en dan kunnen we teruggaan. Daar kunnen we teruggaan. Dan moet ik wel de route vinden. En de route vinden is toch altijd een... Oh mijn god, ik vind er gewoon nog één. Ik wil hier gewoon legit weghakken. Zoals dit. Gewoon simpel deze kant op. En ik vind er gewoon nog 2. Ah, dat is mooi. Dan heb ik in ieder geval extra wanneer het nodig is. Dat komt altijd goed uit. Hier, zo. Hier is het pad weer. Even kijken of we de route kunnen vinden, hoor. Oh, nee, 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 nee! Oh, nee. Waarom ga ik altijd dood in de nether? Oh, wat ben ik blij dat ik het in mijn ender chest heb gedaan. Waar respawn ik? Oh, ik respawn op de paddenstoel bij het winkeleiland. Oké. Nee. Oh, mijn spullen. Ik had zulke goede spullen inmiddels. Zoveel. Oh, wat ontzettend stom. Wat ontzettend stom weer dit. Waarom ga ik nou dan? Nou, ik ben wel sneller terug. I mean, dat is goed. Maar al mijn spulletjes zijn weg. En dat is weer minder goed. Allemaal even een free... Free makkers. Jongens, free makkers in de reacties. Kijk, en dit is... Ik ken mezelf ook gewoon te goed. Dit is waarom ik al die spullen al hier doe. Dit is waarom ik dat doe. En wat heb ik... Oh mijn god. Ja, gelukkig heb ik hier nog een ender chest. Zo. Die 16 kunnen we dan omsmelten met het goud dat we hier natuurlijk hebben. Oh, dat is niet zo heel veel goud. Oei. Oei, oei, oei. Dat is een stuk minder goud dan ik dacht dat ik zou hebben. Waar smolt ik ook alweer? Hè? Huh? Had ik geen furnaces meer? Ik had toch gewoon nog furnaces? Of deed ik dat tegenwoordig letterlijk allemaal... toen destijds allemaal hier beneden? Ik heb echt geen idee. In ieder geval... we hebben de 16 ancient debris. We hadden de 18. 2 zijn er achtergebleven in de nether. Ik ga niet helemaal naar de nether toe om het terug op te halen. Laat ik dit erin doen. Kijken of we het dan zo snel mogelijk terugkrijgen. Ik weet niet of er nog kool genoeg is. Is dat... Waarom kom ik hier niet in? Ik wacht wel gewoon geduldig af tot het hier komt. A few moments later... Oké,
Oké, jongens, hij doet het niet. Maar dan moet ik wel mijn dinges terug hebben. Of doet hij het wel? Oh, hij doet het wel! Het komt ineens heel snel. Hoe ging dat zo snel ineens? Ik snap er helemaal niks van, maar het is prima. Crafting table. Waar ben jij? Heb ik hier een crafting table? Ik weet wel dat ik er nu al 14 heb, maar dan mis ik er nog 2. Maar waar is de crafting table? Heb ik die gewoon niet hier inmiddels? Ik dacht dat ik die wel had. Kijk, 2. De laatste 2. Dan gaan we wel gewoon weer naar boven. Ik vind het helemaal prima. Dan hier heb ik een crafting table. En daarmee kan ik 4. Nee. Oh, ik ben het boekje al kwijt. Had ik er nou 4 of 5 nodig? Wacht. Volgens mij ben ik stom geweest. Volgens mij had ik er 5 nodig en niet 4, hè? Ja. Oh, nee, dat meen je. De tijd is bijna om. Ik ga me even op mijn terugkijken. Hoeveel had ik nou nodig? Het boekje is verbrand. Ik had er 5 nodig en niet 4. Dat meen je. Wat stom. Wat stom. Oh, nu ga ik kijken. Even René Netherite. Anders ga ik gewoon echt stelen. Oh, zeg maar alsjeblieft. Maar iedereen heeft dat altijd in zijn endertje zitten. En daar kan ik natuurlijk niet in. Nee. Wat een ramp. Wat een ontzettende ramp. Het kon niet erger. Help. Ik heb Netherite nodig. De tijd. Ik ben echt al bijna 1,5 uur bezig, jongens. Nee. Floor, zeg maar dat jij in Netherite niet in endertjes zit. Maar gewoon in een kistje. Dit is echt heel slecht. Dit is slecht nieuws. Dit is echt heel slecht nieuws. Rick! Zeg maar dat jij in je basis gewoon 1 Netherite hebt. 1 Netherite ingot. Of gewoon die scraps vind ik ook prima. Waar is jouw gear boven? Nee. Oh, dat heeft hij natuurlijk ook in zijn dingeskist zitten. Oh. In another basis misschien. Ja, ik denk het. Ik bedoel, de kisten daarvan. Jordi's basis was helemaal verpest. Dat was serieus heel grappig. Was. Die dingen zaten volgens mij hier beneden. Oh, wat is dit slecht gelabeld. Nee, hier kan ik echt niet tegen. Het zijn allemaal bordjes. Oh, dat duurt toch eeuwen voor mij om te zoeken. Oh, nee. Ik denk dat Anne ook alles gewoon... Eten en natuur, overige blokken, nether en... Oh, nether en end. In de end. Ik heb natuurlijk in de end. Ik werd even door de netherbrick. Die spookte me even. Ik dacht even dat het netherite was. 2 hours later. Oh, Jordi. Het is niet te geloven. De laatste basis waar ik het zou verwachten ligt het gewoon met netherite scrap. Ik neem die scrap ook gewoon mee. Die is nu van mij. Oh my days, jongens. Letterlijk in de verloren, verstrooide basis hier vind ik het. Die van Jordi. Dit is echt niet te geloven. Oh my days. 2 ook gewoon nog. Dankjewel. Er lagen ook ziek veel diamonds, zag ik. Oh, snel laten we teruggaan. Oké, snel terug naar mijn huis. Kom op. Dan heb ik alles gecollect wat ik moest collecten. Oké, 5 wilde die dit. Ik ga er niet meer doen dan 5, want dan klopt het weer niet. Oké, ik heb dit. Dit en dit. Het is allemaal gecollect. Ik ben helaas het boekje kwijt waarin het stond wat ik moest collecten. Ik ga dit gewoon hier stoppen trouwens, zo. Maar ik heb het. Het is er. Het is er. Kom het halen, meneer de tovenaar. Moet ik het naar boven brengen? Ik denk dat ik het naar boven moet brengen, jongens. Ik denk dat dat de taak is. Maar ik heb daar 2 uur de tijd voor. Maar ik heb het gecollect. Het is allemaal binnen 2 uur gecollect. Laat jij even weten in de reacties wat jij denkt dat er nu gaat gebeuren. Normaal zou je kunnen denken, oh nee, weet je, ik ga het niet achterlaten. Want over 5 minuten dan zie ik het in de video. Maar nee, ik ga de video afsluiten. Hoehoehoe. Lekker met een cliffhanger. Dat doe ik normaal nooit in Content 2. Maar ik vind het nu wel een keertje leuk om gewoon... Ik weet namelijk zelf ook niet wat er gaat gebeuren. Dus ik ga het daarheen brengen. Maar dat zien jullie in de volgende video. Voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil! Kijk lekker, goppetje, deze video. Want dit is het vorige Content Veen deel. Hier zie je hoe ik in Content Veen seizoen 1 ineens weer terecht ben gekomen door het mysterieuze oog. En bla bla bla. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Spreek je later, glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer! Yo! Yeah!